fight right now. No, you always right now. No one needs you around with me. And nobody ain't around with me. Been through the ups and the downs of me. Got a whole lot of love, but you don't wanna spread it around with me. Yeah, never pick up, never call me. You know we running out of time. Never pick up when you want me. Now I gotta draw a line. Maybe I done done enough talking. Need another short mind. Maybe we done done enough talking. Gotta be right now. Hoi, het is vandaag vrijdag en vandaag is een hele leuke dag, want wij gaan zo vertrekken naar België, Brussel. Ida, Maarten en ik gaan daar naartoe. Wil je mee? Ja, we gaan nu. Ik heb nog eventjes daar mijn spullen liggen. Die ga ik nu, tenminste mijn koffer ligt daar. Die ga ik nu dichtmaken en dan kunnen we vertrekken. Heb je er zin in? Nee. Ja. Ja of nee? Ja of nee. Dit is onze ride voor het hele weekend. Dit is de Opel Mokka X. En hij is echt heel gaaf. Een soort satin grey is dit. En de bekleding, ik weet niet of je het zo goed ziet. Ida's autostoel hebben we daar achterin. En hierachter heb je ook heel veel laadruimte. Het is echt een hele ruime kofferbak. Hier hebben we nog een koffertje. Dit is mijne. En daar zitten die van Maarten en Ida al in. Ik vind het wel vet, want die achter heeft die van die geblindeerde ramen. En Maarten zei al dat die voorkant, dat die van die hele gave LED xenonverlichting heeft, ja? Echt heel gaaf. Het is echt een stoere auto, maar ook wel gezinsauto, zeg maar. Dit is letterlijk. Oh, vet. Ile, zijn liedje staat al op. Er zit zo'n boos... Je spreekt het uit als boos, toch? Ja, boos. Een boos geluidssysteem zit erin. Dus dat is altijd goed. Ile zit daar. Hè? Hallo. Hallo. Jij vermaakt je wel op je iPad, hè? Jij vermaakt je wel. Ja. Ja, voorlopig wel, ja. Voorlopig wel. Here we go. Ila die moet plassen. We zijn inmiddels, waar zijn we? Volgens mij voorbij de Efteling. Ja, voorbij. Zijn ja, we nu? Van Oosterhout. Oosterhout helemaal, joh. We zijn niet bij de Efteling. Nee, we zijn niet bij de Efteling. We zijn er al voorbij. Ik moet ook wel even naar de wc. Zeg Oosterhout. Nee. Kan je niet? Dat is een taxi, toch? Is dit een taxi? Ja. Is dit een taxi? Hij heeft het de hele tijd over een taxi, hè? Is die taxi? Ja. Waarom denk je dat het een taxi is? Hey, Ila, wat vind jij van deze auto? Mooi. Je vindt hem mooi, hè? Ja. Hij zit de hele tijd. Vind je het mooier dan die andere auto? Ja. Ja. We gaan even lekker plassen, ja? Ja. Lekker. Lekker man. Lekker man. Lekker bro. Lekker bro. Wij zijn aangekomen in Brussel. Oh, Ila, heb je je koffertje? Ja, wat zeg je? Heb je je koffertje? Koffertje? Ja. Ja, ben je er blij mee? Waar is die nou? Je hebt een hele mooie groene. Wat staat erop? Citroentjes, hè? We hebben een hele goede rit gehad. We konden hier beneden bij het hotel konden we parkeren. We gaan zo, hè? Zo schattig iedereen met zijn koffertje. Dit is onze kamer. We hebben hier een hele zithoek, tv, uitzicht. En dan kan je hier zeg maar doorlopen naar de andere kamer. Oh, hier is nog een tv. Dat is een hele ruime kamer. Ile, die heeft zijn plekje ook al gevonden. Ja, daar is ook een tv. Ja hoor. En dit, hier heb je een kast. En dan heb je daar een spiegel. En dit is de badkamer. Ook super netjes. En ik vind het wel leuk dat we een bad hebben. Daar heb ik speciaal voor gezorgd, omdat Ila natuurlijk ook mee is dit keer. Dus het is wel leuk dat hij even lekker in bad kan. En hier is een wc. Dus ook helemaal toppie. Wij zitten even bij het restaurant beneden. We gaan hier even nog wat eten. Het is lekker rustig, maar het ziet er wel heel leuk uit. En daar, als je die kant op loopt, loop je richting het centrum. Ik heb lasagne genomen en Maarten die heeft iets met vlees en er komt nog patat, hè? Nee! Ja. Yeah. Wij zijn weer terug op de kamer. We hebben net lekker gegeten en we hebben Ila's bed even opgemaakt. En wij slapen dus hier. En Ila die zit lekker in bad. Helemaal wild aan het doen.
Is het lekker? Ja. Die gaat zo zwaar slapen. Echt. Maar echt een lekker ruime kamer is dit. Niet dat je zo hutje-mutje een beetje langs het bed alleen maar kan lopen, zeg maar. Dus dat scheelt ook wel. Wat gaan we morgen doen? Naar dierentuin! Naar de dierentuin. Ja. We gaan morgen naar Piney Dyson. Naar de dierentuin! Oh god, hij is zo wild. Nee, Piney Dyson, dat is echt de grootste dierentuin van heel België volgens mij. Dus daar wilden we sowieso heel graag naartoe. En daar heb je ook echt witte tijgers, koala's en allemaal andere gekke dieren die je niet zo snel in Nederland tegenkomt, zeg maar. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat ze daar een beetje goed verzorgd worden. Maar dat gaan we morgen allemaal een beetje zien, denk ik. En ja, verder gaan wij nu slapen. En dan morgen een nieuwe dag en dan nemen we jullie mee. Hij zwaaien? Zeg maar wat rusten. Wat rusten. Goedemorgen. Hila die zit hier lekker op de wiebelstoel. Zit je lekker, schat? Ja? Wij hebben ons even helemaal klaargemaakt voor vandaag. Ila die heeft zijn zonnebrilletje al op. Ben je er klaar voor? Ja. Wat gaan we doen? De dierentuin. Ja, eerst even wat eten. Ik heb eventjes... Nee, dit topje weet ik niet waar die van is. Van New Yorker volgens mij. Jas is van de Zara. Deze die is van Misguided en mijn fans eronder. Dus, ja. Oh ja, en ik ben nu 23 weken zo. Ja. Ik heb even yoghurt gepakt met muesli en fruit wat ik daar zag liggen. En ik ga denk ik deze er doorheen doen. Dit is volgens mij gewoon voor brood, maar het ziet er wel lekker uit voor er doorheen. En een croissantje. Wat jij hebt ziet er ook wel lekker uit. Scrambled eggs, een bacon en een broodje. Zelfs spinazie. Wij zitten weer in de auto en dit keer ga ik rijden, want Maarten die had de heenweg gereden. En we moeten eventjes de navigatie fixen. We gaan naar de dierentuin. Wat zeg je? We gaan naar de dierentuin. Je bent te lang. Zie maar. Zijn we er bijna? Ja. Wij hebben even een pitstop gemaakt. Kijk even hoe mooi. We zijn nu in Bruxelles, als ik het goed uitspreek. Daar is de auto. Daar is Maarten. Die is even een paar shots aan het maken. We willen even een paar mooie beelden van de auto hebben. Maar echt, dit is zo mooi hier. Het is echt een heel schattig dorp of zo. Maar we zijn dus al bijna bij Piney Dyson. Maar kijk eventjes hier. Oh, ik weet niet of je het ziet hoor, maar Ila die zit echt met zijn mond open te slapen daar. Zo schattig. Goeie locatie. Nee, we zitten echt zo te genieten van deze auto, want je zit dus veel hoger dan normaal gesproken in een lagere auto. Wij hebben dan natuurlijk een lagere auto. Maar echt, ja, het zit zoveel chiller. Maar het is echt ook van, nou, echt de eerstvolgende auto wordt een hoge auto. Ja, het is echt heel relaxed. We zijn aangekomen bij Piney Dyson en daarachter, ja, je ziet hier allemaal auto's, maar daarachter is het. Dus we lopen nu die kant op naar de ingang. Stoer met je zonnebril. Die zon komt nu door en het begint echt warm te worden gelijk, joh. Vandaag 27 graden. Maar goed, we gaan nu naar de dierentuin. We zijn binnen. Dat is een pandabeer. En weet je wat dit is? Die, weet jij, ja, die vind jij moeilijk om uit te spreken, hè? Koala. Koala. En de leeuw. We gaan deze straks zien. Ja, die gaan we straks even kijken. En de leeuw. En de leeuw. Kijk, het ziet er nu al mooi uit. Het is echt zo'n beetje met tempels en van alles en nog wat. Echt alsof je in Thailand of zo bent.
Kijk, een pauw met allemaal kleintjes. Zo schattig. Lekker gaan zitten. Het is echt zo warm, maar het is wel heel groot hier. En daar, we gaan zo naar de kangoeroes, dus vandaar dat bord. Maar daarachter die mensen, zie je allemaal pelikanen die daar staan. En die kan je gewoon eigenlijk, nou ja, aanraken. Maar dat is denk ik niet zo handig. Het is echt zo groot, joh. Kijk hier hoe groot ze zijn. Ja, we gaan zo ook met de trein. Afkoelen, je hoort echt zo water daar op de achtergrond. Maar hier is het lekker, maar zodra de zon begint te schijnen, dan krijg je het zo benauwd. We zijn in het treintje gaan zitten. Ida daar, Merten daar. En al, ja, ik weet eigenlijk niet hoe lang die rond gaat rijden, maar volgens mij gaan we wel heel veel mooie dingen zien. In de auto. Het was echt een hele mooie dierentuin. Het is ook echt super groot. Ida, wat vond jij ervan? Heel heet. Heel heet? Oh, je voelt het ruim. Oh. Nee, het was echt, het is zeker een aanrader, want het is echt net alsof je in Bali bent of zo. Het is echt met al die tempels en alles eromheen en alle dieren die ze ook hebben, is het gewoon echt heel gaaf. Maar goed, wij gaan nu weer naar huis rijden, dus we moeten eventjes de navigatie, of naar huis, naar het hotel bedoel ik. Even kijken hoor, volgens mij had ik hem opgeslagen. Deze moeten we hebben. Dus dat is lekker makkelijk. En je hebt ook wifi aan boord, dat is ook echt heel erg handig. Ik weet niet of je het zo ziet. Hier, dit is als je wifi instellingen zoekt. Dit is OnStar, dus dan heb je echt een assistent die je kan helpen. Met je vragen. En dit is als je echt hulp nodig hebt, zeg maar. Dan kan je hierop drukken. Dus stel je voor, je komt zelf in een ongeluk. Of je ziet een ongeluk voor je gebeuren. Dan kan je daarop, ja, dan kan je dat bellen, zeg maar. Dus dat is wel handig. Wij zijn inmiddels alweer een tijdje terug in het hotel. Of tenminste een tijdje. We hebben denk ik een half uurtje of zo even op bed gelegen. Even bijgekomen van de hele trip. En ja, nu gaan we eigenlijk Brussel in. Dus gewoon eventjes lopen. En het wordt eigenlijk ook de eerste keer. Omdat we gisteravond natuurlijk best wel laat aan waren gekomen hier. Gaan we nu dus voor het eerst even de stad in. We hebben het al wel met de Mokka X dan enigszins een beetje kunnen zien. Toen we de stad uit gingen rijden vanochtend. Maar nu gaan we toch, ja, we moeten ook avondeten doen. Dus we gaan sowieso even de stad in. Gaan we lekker eten. We lopen weer buiten en echt letterlijk aan het eind van de straat van ons hotel zit dit. Dus het is eigenlijk een heel pleintje met allemaal restaurantjes. Ik denk dat we hier wel wat gaan eten. Het zit ook midden op zo'n rotonde. Dat is ook wel leuk. Super leuk. Ik heb spaghetti carbonara en Maarten die heeft, je hebt een soort beef burger of zo. Cheeseburger. Oh, cheeseburger heb jij genomen. Ida die heeft patatjes. We zijn weer bij het hotel en Ida die heeft dit schoen schoonmaakapparaat ontdekt. Of tenminste, Maarten die had het gisteren ontdekt. Kun je schoenen schoonmaken? Wij zitten nu lekker op bed en Ila die is al in bad geweest. Maarten is al gedoucht. Ik moet alleen nog even douchen. En dan gaan we lekker slapen zo. Of tenminste, Maarten en ik gaan nog even relaxen. En dan hopen we dat Ila straks een beetje op tijd gaat slapen. Want gisteren was het echt heel erg laat geworden.
Ja, het is misschien ook even wennen geweest voor hem, omdat we natuurlijk nu in een hotel slapen. Maar over het algemeen heeft hij wel heel goed geslapen. En ja, ik denk dat ik even twee aparte vlogs ga maken. Want ik heb nu van vrijdag en vandaag is denk ik al heel veel beeldmateriaal. Dat ik toch heb besloten om dan morgen een aparte vlog te maken. Want morgen gaan we naar Antwerpen waarschijnlijk. En heel misschien nog iets in Brussel. Even kijken wat we hier kunnen doen met Eli en met 30 graden. Dus ja, daar komt dus een aparte vlog van. En ja, ik hoop dat jullie in ieder geval deze vlog heel erg leuk vonden. En wij hebben echt heel erg genoten van de Opel Mokka X. Waar we in hebben gereden. Het is echt zo'n fijne auto. Het is echt niet normaal. Echt de hele tijd als we aan het rijden zijn, dan zeg ik ook tegen Maarten. Oh, het is zo relaxed. Gewoon hoog. En met die OnStar en wifi erop. En gewoon Bose geluidssysteem. Het is echt super. En de navigatie hebben we ook helemaal geen problemen mee gehad. Zelfs hier in België niet. Dus dat scheelt ook wel. Dus daar ben ik heel erg blij om. En ja, het is wel een relaxed weekend zo voor ons. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om met ons mee te gaan. En ja, morgen komt dus nog een aparte vlog van. Dus van de dag dat we naar Antwerpen gaan. Dus ja, tot die volgende video. Doei doei. Kun je nog zwaaien? Doei.